Jongens, weer een lekker knapen. Dan gaan we verder met BioShock deel 1. Verschil tussen vorige aflevering en deze aflevering is dat mijn JPI verkeerd staat. Oké, nu ga ik super snel en dan ga ik. Nu ga ik chill. Goed, vorige aflevering eindig ik in een missie van het muziekje, of muziek, wat zeg ik, foto's. Van de foto's. Eindig ik in de missie van de foto's hier zo. Voor mij had ik die missie niet helemaal afgemaakt. Dus het is best wel jammer. In die aflevering, want ik heb nou doorgespeeld, want ik ga je een geheimje vertellen. Ik had deze game illegaal. Oh, ik ben zo badass. En nu heb ik hem gekocht, want Steam Summer Sale was. Weet je, Steam Summer Sale. Waar alle buizen toch samen voor een tientje. Dus van, hé, dat ga ik doen. Dus ik heb ze alle drie gekocht, maar dat wel eens gevoel dat ik opnieuw moest doorspelen. Want kan je save, kan je natuurlijk niet overzetten van illegaal ding hier naartoe. Dus we hebben net, ik heb net doorgespeeld. Een anderhalf uur heb ik doorgespeeld, waar ik was. Net iets verder eigenlijk. We zijn dus hier, we hadden foto's, drie foto's zijn teruggekomen. We hier dus eventjes iets gedaan met ijs smelten en zo. Kon je wisselen, heb ik teruggedaan. Hier moest ik allemaal wapens inleveren en toen ging deze deur open. En dat is wat we nu gaan zien, wat hier gaat gebeuren. We moesten allemaal wapens inleveren, behalve deze en het fotostel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe en wat. Ja, kut leven. Oké, en zie je niet meer. Dit had neerhalen, die handel. Hop. Bijna. Wat? Dit smelten. Hij zijn namelijk waarschijnlijk net heel belangrijk, maar ik heb het niet gehoord. Oh, kapot maken die handel, kapot maken die handel. Kapot maken die handel! First aid. Dat ziet er niet echt goed uit. Hats, kan ik je hacken? Kan ik je hacken? Waarom kan ik dingen nooit hacken? Gast, what the fuck? What the fuck, man? Sterf, meneer, sterf! Sterf! Nou ga ik bijna dood, of niet? Dammit! Al die mensen moeten neergehaald worden. Waar moet ik gewoon naartoe? Ho. Is niet goed. Ik wil hem eruit halen, uit de lucht halen. Oh, hij is kapot. Godsamme. Nee, godverdomme. Kapot. Explosies overal. Oh, dat kan ik ook hoor. Maar ik moet even. First aid kit. Rennen jongen. Rennen. Deur dicht, gaat dicht deur. Hop, aan de kant jij. Ja. Kijk. Geld! Ja! Het is allemaal echt $1, hè? Nou ja, het is beter iets dan niets, hè? Oh, hier is helemaal niks, hè? Dit afbranden, zo. Oh!
Oh, dat zorgt voor gruwelijke lach. Wat was het? Ik kon net iets doen met E. Zo. Daar heb ik helemaal niks aan, want ik kon er niet langs. Oh. Oh, lichaam. Nice. Afgeduwd. Kapot mappen die meuk of zo. Nee, dat is het ook niet. Dan moet ik denk ik gewoon weer terug zijn. Dus dit gewoon een useless locatie. Ja, fight you properly. Ik ga toch niet, hoor. Als jij geweer hebt en ik niet. Oké. Bitch. Dood. Oh, ja. Yes. Fuck jullie bitches. Ik kan gewoon weer verder nu. Waar zit ze achter deze deur? Ja. Ho, ik moet haar laden. Even wachten. Oh, wat? Suicide kill. Hop. Of course. Gaan we hacken deze meuk, hè? We hebben nog een auto-hack. Oh, dat is wel chill dat we die nog hebben. Goed, hier begint het. Dus we moeten even snel iets hebben wat dan kan afbuigen. Deze. Zo. Zo. Ja. Zo. En dan iets weer terugbuigen. Zo. En dan weer. Zo. En dan weer. Zo. En dan. Dan. Nee. Deze. Dan. Oké, wat zit erin? Is nice. Zit hier nog iets boeiends onder? Boeken. Leeg. Nou, hebben we dat. Eten. Chill. Oké. Voor de rest is er ook niet echt iets van. Denk van, oh hey. Nuttig. Dus, wacht, we klikken even hierop, want dat is een hele handige knop. Find the secret passage that leads to the hidden submarine bay. And then locate the submarine that holds Atlas' family. Access the submarine by bay is hidden within Fontaine Fisheries. Hint, based off of Fontaine Fisheries. Oké. Laat maar, we gaan het gewoon zelf zoeken. Fontaine Fishery. Kijk, Ice Princess. Wat is dit? Zal wel. Hier zal waarschijnlijk dan ook niks in zitten. Maar we kunnen altijd even kijken, weet je. Fontaine Fishery. Wat is dit niet? Dit is iets van ijs. Bitches. Oh. Oh, wat? You can't quit. Fontaine will find you. Hey, fuck Fontaine. You don't fuck Fontaine. Fontaine fucks you. Ik ben benieuwd wat daar nog mee gaat gebeuren, want dat zie je ook de hele tijd van die geestjes. Goed, dat is de familie. Oh, een zwart scheepje, een laatste scheepje. Oh nee. Oké, in ieder geval, het slaat helemaal nergens op. We hebben een beetje overbelichting op deze kant, en dat is jammer, want het is op zich een heel chill lampje als je niet hebt overbelicht. Zo. Ja, redelijk. Zo.
Oké. Oké, Atlas en family. Dat ga ik niet doen. Oh, oh, oh. Vertrouw ze even niet. Hierboven is iemand. Ja, ik zei het. Hop. Zo. Wordt tegen mij gepraat. Wajo. Wajo, ik ben populair. Verder, dit. Zit er iets nuttigs in gun turret? Let's see, we kunnen hier gewoon weer naar beneden. Goal complete, find the submarine. Oh, zit er op de neus. Yes, we hebben een pijltje. You had your fun, but enough is enough. If you press that button, you'll learn what it means to truly be my enemy. Okay. Dan ben ik benieuwd wat het betekent om echt zijn vijand te zijn. Is ook een optie dat ik negeer dat Atlas mijn vijand wordt. Dat zou ik op zich best pittig grappig vinden. Ik weet dat het daarvoor moet zijn, maar ik zal even kijken of hier iets anders is. Hier is niks boeiends. Of in ieder geval voor nu niks boeiends. Moeten we zo meteen waarschijnlijk langs. Hier hebben we in ieder geval een restore point, want dan gaan ze meteen waarschijnlijk dood. Oké, okay, here we go. Ik heb het verneukt, hè. Gaat niet goed, hè? So dark, if only your friend could look up and see. Maybe if only you could do something. Oh! Hi. Dan moet ik hier langs, denk ik. Go to the submarine. Oké, dat is via deze kant. Oh, bitches. Ik heb een shotgun. Blijf van me af. Bam. Go, 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 go. Bam. De kant, bitches. Oh. Zijn dood. You ooze in like an assassin and then you try to sneak out like a thief. You're no CIA spook. Who are you? Why have you come here? There's two ways to deal with a mystery. Uncover it or eliminate it. Damn. Kut leven. Ben je dood? Ben je dood? Dan ben je dood. Nou, nu ben ik benieuwd hoe die Atlas gaat reageren. Want ja, zijn familie is dood. Hij was net als... No, nee! Mijn hele leven is verpest. Zo'n nee schreeuwde hij. Maar dat gaan we zo meteen uitzoeken. Ja, vraag. I came to this place to build the impossible. You came
to rob what you could never build. A hog gaping at the gates of Rome. Even the air you breathe is sponged from my account. Well, breathe deep. So later you might remember the taste. Goed, even... Oh, man. To the bathysphere in the Roland Hills. That'll take you straight to the devil himself. And then all debts will be paid in full. Goed. Go to the metro station. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie je jou de volgende keer weer. En dan gaan we doen naar het metrostation gaan. Awesome. Kijk de volgende keer weer. En dan zeg ik later.